Over een jaar weten we het niet meer, maar nu in juni 2021 is het bijzonder om weer in een museum te kunnen zijn. En een van de eerste die we zijn gaan bezoeken is Huisberg, Kasteel Huisberg in Scherenberg. We staan nu op de eerste verdieping, op de omloop. En je ziet hier om me heen allerlei portretten, vaak in kopie van bekende portretten, die door Jan van Eyck zijn verzameld. En beneden in de hal, op weg naar het trappenhuis, hangt een heel groot portret van een van de heren van Berg. Ja, denk je, hoe zit dat nou eigenlijk, die heren van Berg? Nou, die hebben een keer een verkeerde keuze gemaakt, namelijk voor de Spanjaarden en tegen de Oranjes, tegen de vrijheid en voor de katholieken. Dus dat ging niet helemaal goed. Maar Jan van Eyck, jaren later, de man uit Twente, die heeft dit kasteel gekocht. Het was behoorlijk verwaarloosd en in een van die kamers vond hij een grote rol. En op die rol met schilderijen zat dus die van heer van Berg en dat kleine meidje daar. Dat is niet alleen wat hier is. Het is een bijzondere, bijzondere verzameling. Van Eyck had een oog en hij had een voorliefde. Zijn achtergrond, zijn verbinding met de beeldende kunst is zijn geloof. Dus er zijn heel veel religieuze schilderijen. Wat ook niet gek is, want in de middeleeuwen was de religie natuurlijk het grote hoofdthema. Daar moesten de mensen van leren. Zo konden ze hun godsdienst begrijpen. Zo werd het uitgelegd. Het zijn waardevolle documenten uit onze geschiedenis en het is goed om daar even bij stil te staan. Religieuze kunst, beelden en schilderijen, ook kleine ivoortjes en veel portretten. Originele door anonieme meesters en kopieën, zoals deze van een jonge Willem van Oranje naar Anton Mor. Ook een grote collectie handschriften, een wapenkamer en middeleeuwse munten. En dat in een middeleeuws kasteel dat in 1912 werd aangekocht door Jan Herman van Heek. Hij liet het restaureren en wat er nu staat is in min of meer 16e eeuwse staat herbouwd na een vernietigende brand in 1939. Een benedenverdieping en een bovenverdieping met kunst uit de middeleeuwen. Bijeengebracht door deze man en zijn vrouw. In een zijgangetje wat foto's over de familie en het jachtplezier van de heren destijds. En ook iets over het textielbedrijf, toen omstreeks 1912 het grootste in Nederland. Hier nam het gezin na Wereldoorlog II zijn intrek en hier verzamelde Jan Herman en tekende hij. Niet onverdienstelijk.